hoog gras vanaf veel dumpplaats Onambibo richting Paranam, vooral als het komt op de bromfietserspad. Maar ook Boksel-Paraweg, heel hoog gras. En voor de voetgangers, met name de scholieren, is dat een heel groot probleem. Auto's die racen daar en de kinderen moeten letterlijk gras in om niet aangereden te worden. Vandaar dat wat buurtbewoners dit onder de aandacht wensen te brengen van de daartoe bevoegde instanties. Ze spraken met TBN Prime Alert en legden het probleem voor. Het probleem is dat als je het op de fietserpad ziet nu, gras is bijna de helft al op dat ene helft. Vanuit de richting Paramaribo naar Paranam, deze kant. Maar die andere kant is nog goed. Dus als een bromfiets tegenligger komt, je gaat van deze kant. Als één van ze ontwijkt, is een groot probleem. Aanrijding, dooien gaan vallen. Dus dat is het probleem van highway. En zoveel mensen zijn hier, zoveel ministers die gebruik maken van highway. Kunnen ze niet zien. Die RR-leden, die worden betaald elke maand. En ze toucheren geld. Hun moeten dat, dit ding komen kijken en doorspelen naar de ministers of hoe het gaat. Ja. En hoe vaak wordt hier schoongemaakt? Misschien de hier, sinds voordat deze regering is aangetreden, voordat was hij één keer schoongemaakt. Niemand heeft wat hier gedaan. En Boksel-Paraweg. Daar wieden ze Brokkoniki Wai even. Mensen van OW, denk ik, van die kant. En toen de andere regering was, dan waren ze bezig met brushcutter. Alles helemaal goed maaien en alles in vuilniszak zetten, wegbrengen. Dat was het heel netjes. Mensen, voetgangers konden daar nog lopen. Schoolgaande en zo. Iedereen. Was het zo makkelijk. Maar nu. Bij, rijdt u even, kijk daarom. Dus daarom heb ik u gebeld. En u bent? Ramlal. Ja, mevrouw Ramlal. Ja. U zegt dat u haast elke dag gebruik maakt van de weg. U bent op de brommer. Uw ervaring? Het is heel slecht als je zo kijkt vanuit de stad uit naar de. Van hier, highway naar de stad uit. Dan zie je van dat het rechterkant heel slecht is. Ik ben gisteren naar Habib gegaan. Ik kon de tegenligger niet zien. Hoge gras is heel moeilijk. Ik kan ook aan de botsen aankomen. Ja. Ik vraag alleen hierom, zodat ze weer netjes behouden, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Ja. Dus wat vraagt u dan? Ik vraag aan dat ze even dus het doorgaan met onderhouden. Anders is het moeilijk voor de tegenligger. Voor de kinderen ook. Ik zie ook kinderen daar langs lopen. Ja. Iedereen moet aan de rechterkant nu gaan rijden. Terwijl die aan de linkerkant helemaal dicht is met de gras. Ja. Dus daarvoor vraagt u. En gebeurt er wel eens aanrijding hier? Vaker, toch vaker. Jawel. Dus u vraagt dat het allemaal een beetje opgeschoond wordt. Ja. Dat is ook wat u vraagt. Wel, meneer, zeker weten. Het moet goed uitzicht. Je moet uitzicht hebben. Goed. Als je het van ergens komt, geen garage, geen niks. Je kan goed zien. Eén klein mistake maak je een aanrijding. Mensen leven kan weggaan, man. En ik ben al 69 jaar. Volgende maand wordt 69. Ik heb mijn wagen, ik kan mijn wagen niet rijden. Omdat olie is zo duur geworden, ik rijd mijn bromfiets. En bromfiets rijden op dit pad kan toch niet buiten. Er moet wat gedaan worden, eerlijk hoor. Ik weet niet wie, hoe, maar zo gaat het niet door. Het moet een verandering komen. Zijn er nog andere dingen dat hier aangepakt moeten worden? Ook in de Boksel-Paraweg? Boksel-Paraweg, alle twee kanten bermen zijn dicht begroeid.
2 meter hoog gras. Op het asfalt al een deel. Als mensen school gaan, kinderen lopen, voetgangers lopen op het asfalt, komt een grote trekker of zo'n pick-up. Of soms heb je die kleine auto's die met heel grote snelheid rijden. En even ontweek heb je een probleem daar met onze kinderen. Dus dan moeten de kinderen 's morgens in het gras lopen? Gras. Of ze zoeken een inrit waar een inrit is, gaan ze daar rustig schuilen. Man. Het is een misère, broer. Echt wel, echt wel. Moet wat gedaan worden. Anders zijn we helemaal kapot hier, hoor. Jammer dat niet zoveel mensen op zo'n uur kon hier zijn. Maar toch hebt u een paar. Ik heb gebeld. Ik ga hier staan. En ik ben helemaal niet bang. Niemand geeft me eten. Ik zorg me eten tot nu toe alles voor zichzelf. Dus ik ben niet afhankelijk van niemand. Ik heb een stuk grond daar, 12 hectare. Ik kan met mijn wagen niet daar gaan. Ik heb met die voorzitter van RR-leden gevraagd. Hun hebben gezegd... ik ga dit zand wat hier gestapeld is, dat gaan ze me geven. Ik moet een pick-up zoeken en betalen. Hun gaat opladen voor me en ik moet daar verwerken. Ik zei, bhai, laat het. Ik heb het bijna 15 jaar onderhouden. Ik alleen, want ik ben de laatste mijn grond. En er is bijna 20 eigenaren naar voren. Niemand komt daar meer. Omdat mijn grond daar is, ik onderhoud voor zichzelf. Ik heb zo lang gedaan, wat ga ik, 10 vracht rotzooi ga jullie me geven. Sorry dat ik op mijn straat dat ga zetten, grote stenen. Ik ga kopen, zand, bandzand een beetje, lap en rabai. Eerlijk nemen. Ik had zoveel dingen daar gepland, door dit grote regen, het is... Landelijk gebeurt alles. Ik ben nergens gegaan om een steun. Als je een steun gaat zoeken, bhai, niemand gaat niks geven. Juta kia jai bhaiya. Niemand gaat naar jou luisteren. Misschien in 150 of 300, misschien 2-3 mensen hebben wat gekregen. Ik heb op het school daar, Boksel school, met mijn tractor, ze hebben me benaderd, RL-leden. Er is een voetbalveld. Wil je voor ons wat doen? Ik zeg, ja, waarom niet? Mijn kleindochter gaat ook naar school daar. We willen de helft van dat veld schoonmaken. Ik zeg, goed. Ben ik gaan kijken met mijn tractor. Ik ga proberen. Ik zag, met achterblad kan ik het wel stoten. Heb ik dat gedaan? De helft van het veld schoongemaakt. Ik zeg, oké, wat gaan jullie doen? Hun zeggen, ze gaan zand brengen, dan gaan ze me zeggen dat ik moet ingaliseren. Tot vandaag aan de dag, 2 meter hoog wiet daar weer. Geen kopercent, geen dankjewel gekregen. Hij zegt, regering gaat geld sturen. Tot nu toe niks bij. Ik wil van politiek niks meer horen. Ik heb halve dag gewerkt, vanaf 7 uur tot 12:30 met mijn tractor. Bromie olie. Ik heb zo'n leeftijd, rokogiedeman, gratis. Waardoor alles aan trombosie bakken. Ja.